Het Brabant in Nieuws van 3 december met vandaag. Van Gijsel toch zijn zin, Wietpas wordt versneld ingevoerd. Opbouw van het glazen huis voor Serious Request actie is begonnen. En 151 ontslagen bij GGZ Westelijk Noord-Brabant. Dag dames en heren, dit is het Brabant in Nieuws. Ik ben Erwin Veenstra. Hoewel er in eerste instantie geen medestand van het nieuwe kabinet leek te komen, wat betreft het invoeren van een wietpas, lijkt het tijd plots weer gekeerd. Tijdens een persbijeenkomst donderdagavond in Breda liet minister Opstelten van Veiligheid weten toch wel iets te voelen voor de plannen van de Eindhovense burgemeester Van Gijsel. De reeks schietpartijen in Eindhoven en de doodsbedreigingen aan het adres van de Helmondse burgemeester zijn voor het ministerie reden om de aanval op drugsmisdaad in te zetten. En ervoor te zorgen dat criminele bendes achter de wietteelt en handel worden opgerold. In de 5 grote Brabantse steden wil men een pasjesysteem voor coffeeshopklanten daarom versneld invoeren. Wat vindt u daarvan? Nou, persoonlijk ben ik het niet mee eens, want dan worden degenen die uit het buitenland komen, die worden niet meer toegelaten. En dan verplaatst zich de illegaliteit en dan vermindert het toerisme ook. Wel. Hopefully they don't bring it in, so I can still come over here and smoke, I suppose. Dan word je wel geregistreerd en dan sta je ook weer bekend als wietgebruiker of drugsgebruiker. Ik vind het niet werken, want dan gaan ze inderdaad weer naar buiten toe en weer buiten op straat kopen. Dus dat werkt niet. Ze kunnen de zaak beter legaliseren en gewoon wettelijk maken. En net zoals bijvoorbeeld wiet om medische redenen is ook nodig, wordt ook aan gewerkt. Dit houden ze nooit tegen. In het centrum van Eindhoven zijn de meningen verdeeld over de invoering van het pasjesysteem. Wat vind ik daarvan? Ik vind het eigenlijk wel een goed idee, denk ik, om het een klein beetje te reguleren. Maar denkt u dat het zo inderdaad gereguleerd kan worden? Ik heb geen flauw idee. Het is gewoon één grote bende op dit moment. Ze moesten het helemaal verbieden. Het maakt heel veel kapot. Ik heb er wel van gehoord, maar ja, daar hebben wij niks mee te maken met drugs. Nee. Kijk, de coffeeshops. Je ziet mannen, iedereen gewoon naar binnen lopen, heb ik altijd zoiets van deftige manier tot weinig wat. Denkt u dat het helpt als ze het op die manier gaan reguleren? Nou, denk het niet. Ik zit zelf ook in de hulpverlening hoor, dus ik heb die mensen bij mij op het werk zitten. Dus ik denk het niet. Ik denk dat het alleen nog weer moeilijker wordt gemaakt, dat ze op alle manieren toch eraan proberen te komen. Wij zijn niet bekend met dat wereldje. Nee. Dus maar, ja, ik vind wel dat een halt toegeroepen moet worden, maar... Of dat juist de idee is, dat weet ik niet. Iemand die naar een café gaat om een pilsje te pakken, die hoeft geen pasje te hebben. Precies hetzelfde. Dus zou iedereen die alcohol of drugs gebruikt, de zogenaamde genotsmiddelen, een pasje moeten hebben. Om te laten zien dat hij mag genieten. Ja, I like it over here. It's very nice. People are very nice. Coffee is very nice. Weed is very nice. Volgende week houdt de Tweede Kamer een spoeddebat over drugsgeweld in de regio. Een 16-jarige Bossenaar is vrijdagmiddag zwaar gewond geraakt op de parade toen hij werd bedolven onder een lading bakstenen. De stenen stonden op een pallet die wordt gebruikt voor werkzaamheden aan het nieuwe kringhuis van de stichting Kringvrienden van 's-Hertogenbosch. De pallet viel van een balkon bovenop de Bossenaar die op dat moment door de voordeur naar buiten kwam. De toestand van het slachtoffer is zorgwekkend, maar wel stabiel, meldt een politiewoordvoerder. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval. Een Bossenaar die verdacht werd van betrokkenheid bij de schietpartij bij de Praxis in Den Bosch in maart dit jaar, is vrijdag veroordeeld tot 14 jaar cel. Bij die schietpartij kwam een 42-jarige man uit Uden om het leven. Tegen de veroordeelde man was 10 jaar geëist, maar dat vond de rechter in Den Bosch te weinig. Volgens hem is moord bewezen. Daarnaast hield de rechter bij de veroordeling rekening met het feit dat de moord op klaarlichte dag is gepleegd bij een winkel in een woonwijk. Op de markt in Eindhoven is 3FM vrijdagochtend gestart met de bouw van het glazen huis in verband met de Serious Request actie vanaf 18 december. Ook andere pleinen in Eindhoven worden ingericht voor allerlei acties en festiviteiten. Tijdens het evenement laten de 3FM-dj's Giel Beelen, Gerard Ekdom en Koen Swijnenberg zich 6 dagen opsluiten in het huis. Zonder te eten en drinken maken ze continu radio en televisie, om zo samen met het Rode Kruis zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het aidswezen in Afrika. Dit is alweer de 7e editie van Serious Request. Vorig jaar in Groningen leverde de actie 7 miljoen euro op. Een 43-jarige kroegeigenaar uit Helmond is donderdagavond aangehouden.
In zijn café zou illegaal worden gegokt en er zou softdrugs worden verkocht. De aanhouding vond plaats na onderzoek op basis van klachten uit de buurt over overlast. Tijdens het onderzoek trof de politie 770 gram hash aan en bleek er illegaal te worden gewet op voetbaluitslagen. Om welke horecaonderneming het gaat, wilde de politie niet zeggen. Hoewel de teleurstelling in Eindhoven groot is na de uitslag van het WK-bid 2018, kijkt wethouder Joost Helms positief terug op de gelopen race. Als we iets geleerd hebben, is het wel dat voetbal een uitstekende manier is om verschillende doelgroepen te bereiken. En daar gaan we in de toekomst samen met PSV zeker mee door, aldus de wethouder. Daarnaast wil Eindhoven zich voor grote evenementen gewoon kandidaat blijven stellen. Nu dat Rusland het WK 2018 toegewezen heeft gekregen, is de uitbreiding van het Philipsstadion ook geen issue meer. De kosten van 80 miljoen euro zouden nu een onverantwoorde investering zijn, vindt algemeen PSV-directeur Tini Sanders. Wanneer er wel 10.000 zitplekken bij zouden komen in het stadion, zou dat betekenen dat men extra veel geld moet gaan vragen voor de slechtere plaatsen. Sanders meent dat PSV zelf plannen moet bedenken om op kleine schaal aanpassingen te doen in het Philipsstadion. In het provinciehuis in 's-Hertogenbosch is de oprichting van het hoederschap van de Brabant Bokaal bekendgemaakt. De hoeders werken jaarlijks een Brabant breed cultureel project uit. Dat project wordt financieel mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Tijdens de presentatie van het hoederschap van de Brabant Bokaal was uiteraard ook commissaris van de Koningin Wim van der Donk aanwezig. Hij sprak over de hoeders als de culturele hoofdstructuur van de provincie Noord-Brabant. SCOZOK, de scholengemeenschap waarin totaal 31 scholen uit Zuidoost-Brabant ondervallen, staat negatief in de belangstelling. De onderwijsinspectie vindt de kwaliteit van onderwijs bij een aantal van die scholen ondermaats. Eén school wordt betiteld als zwak, 11 dragen volgens de inspectie een risico. Bestuurslid van SCOZOK Carlo Segers geeft aan dat deze 11 opleidingen al 2 jaar ondermaats presteren, maar dat het risico vrij laag is. Na de winter zou er volgens hem een plan moeten zijn om de kwaliteit voor zover nodig te bevorderen. Het Elkeliek ziekenhuis in Helmond gaat vanaf 1 januari 2011 geen borstreconstructies meer uitvoeren. Volgens de gezondheidsinstelling kregen zij landelijk steeds meer patiënten naar zich toe voor deze ingreep. Maar het Elkeliek wil graag een regionaal ziekenhuis zijn en blijven. Het uitvoeren van deze operatiemethode past daarom niet meer in hun profiel. Bij de geestelijke gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant hebben 151 mensen te horen gekregen dat ze boventallig zijn. De GGZ WNB verkeert in financiële problemen door fouten die gemaakt zijn door het vorige bestuur. Martin van Rooyen, interim bestuursvoorzitter, meldde vrijdag op een persconferentie dat er een negatief vermogen is van een paar miljoen euro. Met de ABN AMRO is van Rooyen in gesprek over een nieuwe financiering. Maar hoe is het zo fout kunnen gaan bij de GGZ? Er zijn in het verleden hier inschattingsfouten gemaakt over de mogelijkheden om zorg te verlenen. In die zin dat bekend was dat er harde financiële afspraken waren met de verzekeraars. En ondanks dat heeft men meer cliënten behandeld, meer zorg verleend, meer personeel in dienst gehad dan we vergoed kregen. En dat kan je niet lang volhouden. En we hebben dus dit jaar voor het eerst een fors verlies en zullen dus ook moeten gaan reorganiseren. Dat betekent dat er mensen uit moeten hier? Ja, we hebben vandaag, deze vrijdag, aan het personeel meegedeeld wie er hier in dienst blijven. Dat zijn uiteraard verreweg de meeste. Maar 150 mensen hebben een brief gekregen dat ze boventallig zijn. Wat nog niet betekent dat het ontslag betekent. We gaan met de mensen zelf de komende maanden intensief werk in de instelling, maar vooral buiten de instelling zoeken. De ondernemingsraad is inmiddels akkoord gegaan met de reorganisatieplannen bij de GGZ-WNB. Ja, de reorganisatie aan zich, met die kanttekening dat er met de bonden overeengekomen moet zijn dat er een sociaal plan is opgezet. Maar wij zien wel de noodzaak in dat er een reorganisatie op economische, financiële gronden noodzakelijk is binnen deze instelling. Had de ondernemingsraad eigenlijk al niet eerder aan de bel kunnen trekken? Wij hebben eerder aan de bel getrokken. Daar is door met name de vorige raden van bestuur is daar weinig tot geen actie op ondernomen. En zodoende komen we in deze situatie terecht. De raad van bestuur heeft nooit iets aan jullie laten weten? Nou ja, ik kan me eigenlijk nog herinneren dat er een diner was afgelopen jaar met kerst. En dat de bestuurder volmondig vertelde dat hij in de zwarte cijfers zat. Niks aan de hand. Gewoon doorlopen mensen.
De Raad van Toezicht heeft het dienstverband met bestuursvoorzitter Wubo Petersen gisteren beëindigd. En ik denk dat we vandaag op een keerpunt staan en dat we dus een hele gezonde toekomst tegemoet gaan als we nu de steven maar wenden. Aan de rivierkade in Geertruidenberg is vrijdagmorgen even na 8:30 het lijk gevonden van een man. Hij is gevonden in het water tussen twee schepen. Naar verluidt heeft een personeelslid dat als eerste bij het bunkercentrum aankwam het lichaam gevonden. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een noodlottig ongeval. Het zou niet gaan om iemand van het nabijgelegen bunkercentrum. Een brand richtte donderdagavond grote schade aan bij een paardenstal aan de Lage Zandschel in Kaatsheuvel. Daarbij zijn twee paarden om het leven gekomen. Vijf andere paarden konden worden gered, al is één van hen wel gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Diverse brandweerkorpsen kwamen rond 10:00 ter plaatse om de brand te blussen. Onder meer hoogwerkers uit Oosterhout en Waalwijk werden ingezet. Iets voor 11:00 werd het sein brandmeester gegeven. Bij een ernstig ongeval op de A16 donderdagavond is een persoon ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de grensovergang bij Hazeldonk. Een bestelauto kwam in aanrijding met een vrachtwagen, waarna hij bekneld kwam te zitten in zijn voertuig. De brandweer had ruim 45 minuten nodig om het slachtoffer uit de wagen te bevrijden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd tijdelijk afgesloten in de richting van Antwerpen. De politie stelt een nader onderzoek in naar de exacte toedracht van het ongeval. MST, het kloppend hart van Tilburg. Zo heet het nieuwe boek dat donderdagavond 16 december officieel wordt aangeboden aan de Tilburgse burgemeester Noordanus. Het boek is gewijd aan het missionair servicecentrum dat 20 jaar geleden is opgezet. Dit is een gelukkige leven. Het missionair servicecentrum viert het 20-jarig bestaan. Het centrum werd opgezet door twee missiecongregaties, maar wordt inmiddels bevolkt door zo'n 150 vrijwilligers en 15 vaste medewerkers. Zij helpen nieuwkomers die Nederlands willen leren of mensen die een computercursus nodig hebben. Het motto van het centrum is in al die jaren hetzelfde gebleven. Het belangrijkste wat de MST wil doen en wat ze belangrijk vindt is mensen in beeld houden. Dat doet ze op allerlei manieren, via cursussen, via ontmoeting, hulpverlening. We zijn met vluchtelingen bezig. We zijn ook met gewone Tilburgers bezig die proberen zich te bekwamen op de computer. Tekenen en schilderen, Nederlandse taalles, noem het maar op. Ter ere van het 20-jarige bestaan maakten de journalisten Joke Knoop en Arnold Verplanken het boek MST, het kloppende hart van Tilburg. Een indruk van hoe het hier op een dag of in een week in het MST aan toe gaat. Je ziet vooral de veel interviews van mensen met mensen. Dat kunnen vrijwilligers zijn, dat kunnen betaalde krachten zijn, maar ook vooral mensen die hier komen, cursisten, bezoekers. De presentatie van het boek zal 16 december plaatsvinden tijdens het Gala van de Gastvrijheid in het Factorium. Dat mede het startschot geeft voor de nieuwe stichting Vrienden van het MST. Omdat wij vinden dat wij de werkwijze die we ontwikkeld hebben graag willen behouden, doorzetten. In zekere zin zelfstandig blijven, uiteraard altijd in contact met de stad, voor de stad. Maar daar zoeken we dus graag bondgenoten voor die ons willen ondersteunen. Zijn er ook financiële zorgen nu in de economische crisis? Ik kan me niet voorstellen dat er geen instelling is die geen financiële zorgen heeft. Dus die financiën houden ons ook bezig. Zeker, dat is zeker het geval. Ja. Wel ziet het missionair servicecentrum de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het concept of onze denkwijze is nog steeds niet uitgewerkt. Het trekt nog steeds mensen aan. We zijn in staat om een bezield verband in de stad neer te zetten. Ik kan me niet voorstellen dat wij nog niet uitgeroeid zijn. En dat was alweer het Brabant in nieuws van 3 december. Meer nieuws is na te lezen op onze website. Ga dan naar www.brabantien.nl. En veel Brabanders hebben ons op Twitter al gevonden. Als dat bij u nog niet het geval is, ga dan naar twitter.com/brabantien en klik op follow us. Zometeen na deze uitzending kunt u kijken naar You Make Me Feel So Good, waarin Marielle Bastiaans en haar stylisten weer twee Brabanders een compleet nieuwe look geven. Maar nu eerst het weerbericht. Graag tot morgen. Dag. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door het stationneke Asten.
Vrijdag lag er nog steeds veel sneeuw in Brabant en dat betekende op diverse plaatsen sneeuwpret. En er komt nog meer sneeuw aan. Want zaterdag neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe, later in de ochtend en in de middag gevolgd door winterse neerslag. Waarschijnlijk is dat sneeuw, later bestaat er ook kans op ijzel. Het blijft licht vriezen overdag en de wind draait naar zuid tot zuidoost en neemt toe naar matig. Ook zondag neerslag, in het westen van Brabant regen, in het oosten natte sneeuw. En in de nieuwe week verwachten we kwakkelweer met later in de week toenemende kans op winterse buien. Het blijft aan de koude kant. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door het Stationneke Asten.